Welkom bij deze uitzending van RTV Amstelveen, uitgezonden vanaf donderdag 12 januari. Straks een nieuwe aflevering van Amsterdamse Bos TV, waarin het team filmt vanaf de Urbanuskerk. En verder uiteraard de verbeelding met daarin kunstenares en docente Mali Klein, die haar naam eer aan doet, want met kleine dingen, als wat papier en lijm, maakt ze met haar leerlingen leuke kunstobjecten. Maar nu eerst het Weekjournaal. Een dodelijk ongeval bij tramhalte Poortwachter. Zaterdagavond 7 januari botste sneltramlijn 51 met lijnbus 174 van Connection. En daarbij kwam een vrouw van 25 jaar uit Meidrecht om het leven. De vrouw zat achterin de lijnbus. Uit een eerste politieonderzoek blijkt dat de busbestuurder door rood reed. Rond 10 uur komt sneltram 51 in botsing met een lijnbus van Connection. Door de klap wordt de 25-jarige Kabita uit Meidrecht voor een deel uit de lijnbus geslingerd. Zij belandt tussen de neus van de tram en de zijkant van de lijnbus. Ter plekke overlijdt zij aan haar verwondingen. Op de plaats van het ongeluk liggen bloemen en kaarsen. Veel buurtbewoners steken bij de plek een kaarsje aan en staan even stil bij het tragisch ongeval. Ja, elke keer als ik hier langs loop, dan zie ik het toch wel eventjes weer terug en dan realiseer ik me weer wat voor ergs er natuurlijk hier van het weekend gebeurd is. Dus ja, dan sta ik daar wel eventjes bij stil als ik hier langs loop. Wat vind je ervan dat dat is gebeurd hier? Nou, ik vind dat echt vreselijk. Ik woon hier ook zelf in de buurt en ik gebruik zelf die bus en metro ook heel erg vaak. En dat doet me dan toch realiseren hoe snel het zomaar ineens afgelopen kan zijn. Je komt hier uit de buurt. Wat vind je dan van dit ongeluk hier? Voornamelijk in het begin was er natuurlijk heel geschrokken. Want ik woon hier al mijn hele leven en nog nooit is er echt zoiets ergs gebeurd. Maar ja, in principe, in het begin had ik ook nog niet echt door dat het zo erg was. Want ik woon op het hoekhuis, dus ik keek uit mijn raam en ik zag meteen wat er aan de hand was nadat ik die knal had gehoord. En toen ben ik meteen met mijn zus naar buiten gegaan. En toen zagen we eigenlijk tot dan toe eigenlijk alleen maar een tram die tegen een bus aan was gereden. Maar later kwamen we erachter dat er iemand bekneld was. En dat was toch wel echt een eye-opener van ja, dat was toch wel ernstiger dan het eruit zag in eerste instantie. Ik ben wel rot geschrokken natuurlijk en ik heb heel lang nu nog erover nagedacht hoe makkelijk eigenlijk iemand door een heel klein ongelukje, we zeggen dat uit een klein hoekje, hoe gemakkelijk je eigenlijk slachtoffer kunt worden. Eigenlijk op een plek waar je dat helemaal niet verwacht. Zo'n mooi jong meisje, 86. Ach, wat erg is dit, zeg. Oh, wat triest. Oh, wat is dit ontzettend triest. Oh, god. Ja, dit is nou heel erg. Wat afschuwelijk dit. Dat mag toch niet gebeuren. De boer van het leven. Zo'n mooi jonge leven. Och. Ik ga straks op een kaartje halen. Coalitiepartij ChristenUnie heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd welke acties zij gaan ondernemen om de veiligheid bij het kruispunt aan de Poortwachter te verbeteren. Volgens sommige buurtbewoners is het betreffende kruispunt onveilig. Ze vinden dat er maatregelen moeten worden genomen. Je woont hier vlakbij. Je hebt dus vaak met dit punt te maken. Vind je dit punt ook onveilig? Nou, soms wel, ja. Het is natuurlijk best wel open. En natuurlijk, er zijn geen slagbomen, dus die bus die had ook voor de rest niks. Als die slagbomen er wel waren geweest, dan was het waarschijnlijk een groot verschil geweest. Maar ja, ik snap ook niet zo goed, ik weet er het fijne ook niet van. Misschien was er wel een hele goede reden dat hij door rood reed, of had hij het niet gezien of zo. Maar ik heb wel iets van, als er meer aandacht aan werd besteed, dan was het misschien wel voorkomen. Ja, wat zou een oplossing kunnen zijn, denk je? Ja, bijvoorbeeld slagbomen, dat hebben ze daar bij de volgende kruising ook al gedaan. En misschien nog meer borden of iets. Maar in ieder geval wel dat er iets in de weg staat van het doorrijden van de kruising. Nou, ik moet zeggen dat ik soms die lampen ook niet helemaal goed vind werken. Want ik fiets hier ook wel eens zelf en dan gaan die lampen ineens aan of uit zonder dat er wat aankomt. Dus heel veilig vind ik het ook niet. Er zijn ook geen slagbomen of zo. Dus er gebeuren hier wel vaker ongelukken. Ja, dat zou wel moeten, denk je? Nou, ik denk wel dat het wel beter is voor de veiligheid, ja, met slagbomen. Ja. Nou, dat is precies waar we echt aan gaan kijken. Per kruising willen we natuurlijk alles veilig maken. Met name die overgangen. Dus dat is precies waar we naar gaan kijken.
En dat gaan we doen. Dat deden we al. Maar nu met dit voorval natuurlijk nog meer. Dus aan de hand van de onderzoeken die gedaan worden, gaan we kijken wat we daar kunnen doen om het extra te beveiligen. Nu zeggen burgers natuurlijk van waar moet er nou weer eerst een dode vallen voordat er echt actie wordt ondernomen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is heel triest. Ik denk niet dat het zo is dat er nu een dode moet vallen voordat we actie ondernemen. Want we hebben, zoals gezegd, heel veel acties ondernomen. We hebben veel hekken geplaatst, veel knipperlichten. We hebben ook gezien dat het aantal ongevallen vanaf 1990 behoorlijk veel minder is dan het toen was. Dus we zien dat de veiligheid verbeterd is, ondanks meer verkeer en meer mensen. En toch kan het gebeuren dat een ongeluk gebeurt. Nou, dat vinden we vreselijk. Wat hier natuurlijk een rol speelt, is dat naar alle waarschijnlijkheid er toch een menselijke fout ook in het spel was. Dat kunnen we nooit 100% voorkomen. Daar moeten we gewoon rekening mee houden. Maar dat neemt niet weg, wat ook de oorzaak is geweest, dat we alles willen doen om die veiligheid te verbeteren. Dat is een topprioriteit van ons, maar ook van de stadsregio die verantwoordelijk is voor deze metrolijnen. Volgens voorzitter Nico van Hasselt van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Amstelveen, moeten de haltes van de sneltram worden verplaatst. De sneltram zou dan niet in volle vaart het kruispunt kunnen oprijden. Deze perrons die moeten zo gauw mogelijk, en dat kan, ja het is duur, maar je kunt ze gewoon net zoals deze aangelegd zijn, kun je ze gewoon uit elkaar trekken, dus die moeten zo gauw mogelijk moeten eraf. Kijk, nou komt er achter u komt er een tram aan, die gaat dus rustig langzaam en nou stopt u op het perron en dan kan die zometeen gaat die optrekken en dan komt hij hier en mocht er nou iemand gevallen zijn, dan kan hij op tijd kan hij nog stoppen. Dat ding van achter mij, als die er aankomt met 70, die is dan, als je dan op het kruispunt staat, ben je reddeloos. Hoeveel geld heb je voor de preventie over om je medemensen te kunnen beschermen? Wethouder Jan-Willem Groot geeft aan dat hij alle suggesties zal meenemen in de verdere onderzoeken om de veiligheid van het traject te verbeteren. Een verslag van Robin Antonissen en cameraman Erik Mostert. Bij een achtervolging op de Keizer Karelweg heeft de politie vrijdagnacht 6 januari schoten gelost. De vluchtende auto reed tijdens de achtervolging op de agenten in die nog net op tijd konden wegduiken. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de auto bleek eerder die avond te zijn gestolen. Omstreeks 2:15 s'nachts zien agenten op de Keizer Karelweg een auto die verschillende verkeersovertredingen maakt. Het stopteken dat de politie aan de auto geeft, wordt door de bestuurder genegeerd. De politie zet hierop de achtervolging in. Ter hoogte van de bushalte Kruiskerk rijdt de politie de gestolen auto klem. Een buurtbewoner naast de bushalte wordt wakker van het kabaal en ziet alles vanuit zijn slaapkamer gebeuren. Wij hoorden een heleboel sirenes, geluiden van politieauto's. En, toen kijken we naar buiten, sliep al. Het was een minuut of 1, denk ik. En toen zagen we allerlei politiewagens en ook een personenauto. Op een gegeven moment hoorden we schoten en toen zag ik een politieagent gehurkt met wegkruipen. Ja, en toen probeerden ze dus weg te komen door achteruit te rijden, maar daar stond ook een politieauto achter, een witte politiewagen. Toen zijn ze dus langs het bushokje naar voren gereden en daar stond dus geen politieauto. Ik denk, ja jongens, als je nou eens vaker naar politieseries hadden gekeken, dan had je daar ook een auto neergezet, hadden ze nooit weg kunnen rijden. De daders rammen enkele politieauto's en vluchten in de richting van Amstelveen Centrum. Bij de Savonin Lomanlaan slaan ze af. Daar weet de politie de auto tot stoppen te dwingen. Een buurtbewoner aan de laan ziet ook hier wat er voor zijn deur gebeurt. Om 2:00 reed er een auto de straat in met heel veel politieauto's erachteraan, met een hoop geweld. En die gingen hier vlak voor de deur, kwamen tot stilstand allemaal. Een jongen die is gelijk hier gegrepen op het grasveldje. Daar lagen gelijk een paar politieagenten bovenop. En volgens mij gingen de andere 2 jongens die gingen verder de straat door. Daar is de politie achteraan gegaan. En ik weet niet of ze die gepakt hebben, geen idee. Dus, Hoewel de aanhouding enkele minuten duurde, had de buurt nog uren hinder van het voorval vanwege geluidsoverlast. Wat ik irritant vond, en dat wil ik eigenlijk wel naar voren brengen. Maar ik weet niet of dat het maken heeft met die auto die gepakt is. Dat de hele nacht heeft de muziek constant keihard doorgedraaid. En waarom dat nodig was, weet ik niet. Of ze er niet aan mochten komen in die auto, want het was van de auto die ze gepakt hebben, of gestolen was, geloof ik. Hè? De 3 inzittenden van 18 en 19 jaar oud zijn door de politie ingerekend. U zag een bijdrage van Robin Antonissen en cameraman Jordi de Breed. Een enquête onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar heeft tot enige beroering geleid, met name bij GroenLinks.
In deze zogeheten jongerenpeiling, die elke 4 jaar wordt gehouden, worden vragen gesteld over allerlei zaken, zoals pesten op school, uitgaan, alcoholgebruik, maar ook over zwangerschap en dus seks. De partij vindt met name de laatste categorie vragen, over seks dus, wat ver gaan voor jongeren van 10 jaar en ietsje ouder. De raadsfractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van BNW over de kwestie. Wij zijn niet preuts dat we vinden dat je daar geen vragen over mag stellen. Tuurlijk wil je van jongeren weten op een bepaalde leeftijd hoe ze met alcohol omgaan, seksualiteit, noem het maar op. Maar kijk, bij 10-jarigen, ten eerste ga ik ervan uit dat harddrugs niet heel relevant zijn voor 10-jarigen. En ten tweede, kijk, sommige mensen kunnen er net zoals ik wel een beetje om lachen. Maar het stuit sommige mensen ook gewoon tegen de borst. Die ouders willen gewoon niet dat hun kinderen daarmee geconfronteerd worden. Toen uw zoontje die vragenlijst kreeg, die jongerenpeiling, en u las dat, wat dacht u toen? Ik heb het eerst zelf niet gelezen. Hij was heel blij dat hij post kreeg. En hij scheurde de envelop open en begon aan tafel met een pen iets in te vullen. Tot wij vragen kregen, papa, wat is dat? En papa, wat is dit? En toen zijn we gaan kijken, toen dacht ik zo, dat zijn pittige vragen. Daar weet ik niet eens alle antwoorden op. Vind je het eigenlijk niet een beetje raar dat ze jou allemaal van dit soort vragen stellen? Jawel, want volgens mij zijn er geen mensen die 10 zijn en die al heroïne of methadon gebruiken. Kun je aangeven in hoeverre je afgelopen jaar problemen hebt gehad of hebt gepiekerd over de volgende zaken dan je uiterlijk, gewicht, gezondheid, eenzaamheid, vrije en seks? Zwangerschap, liefderelaties, drugs en alcohol, gokken, gamen, werk of werkeloosheid, je prestaties op school en je studie en gepest worden. Nou, ja, oké, de laatste twee kunnen maar gokken, gamen, drugs en alcohol, vrij en seks. Nee. Toch moet de gemeente natuurlijk wel in een vroeg stadium ontwikkelingen onder ogen zien. En daarvoor zijn die vragenlijsten natuurlijk ook. Nou ja, dat is ook hartstikke goed. Ik bedoel, voor hun 16e gebruiken sommige kinderen al bijvoorbeeld wel wat alcohol. Dat is best heel relevant om daar vragen naar te stellen, om te kijken wat je daarmee kan doen. Maar dat je dat op die leeftijd wel moet doen, wil nog niet zeggen dat je het van 10 tot 23 alles moet vragen. En op je 10e doe je dat gewoon niet. De ChristenUnie, die in het college zit, is het met u eens. Wat vindt u daarvan? Ja, ik begreep het inderdaad. Nou ja, het is fijn dat ze ook kritisch zijn op hun eigen wethouder. Dat is wel eens anders. Wat vindt u ervan dat GroenLinks hier vragen heeft overgesteld? Ten aanzien van deze vragen hebben ze wel een punt. Wij vinden dat inderdaad die vragen te expliciet zijn voor jongeren van 10 jaar. Het zou verstandiger zijn geweest als deze vragen alleen aan oudere jongeren zouden worden gevraagd. De verantwoordelijke wethouder is van de ChristenUnie. Die heeft ook de vragenlijst gezien. Ja, als het goed is wel. En die heeft ermee ingestemd. Dus dat 10-jarige kinderen bevraagd worden naar seks en drugs en alcohol. Ik vraag me af of dit expliciete verantwoordelijkheid van mevrouw Koops is. Omdat naar onze mening de eerst verantwoordelijke wethouder voor deze jongerenpeiling toch de heer Raad is. En dat hij onder zijn verantwoordelijkheid valt. En ik denk dat in een gezamenlijk overleg van de wethouders samen tot deze vragenlijst is gekomen. Wat vindt u dat de gemeente nu moet doen? Nou ja, kijk, dit is al geschied, want ik geloof dat die brieven al de post op zijn gedaan en op het internet. Ik heb hem zelf ook gemaakt en ik heb hem via mijn mailadres gekregen. Ja, dat is al gebeurd. Dat kan je niet meer ongedaan maken. Nou, gewoon de volgende keer beter doen. Het voorstel van de ChristenUnie zou zijn dat men weer teruggaat naar het systeem van de jongerenpeiling van 2008... Toen was er een uitvraag aan jongeren van 12 tot 25 jaar in plaats van 10 tot 23 jaar. En er was ook een indeling naar vragen naar categorie leeftijd. En wat ons betreft zou dat eigenlijk een verstandige oplossing zijn. En zouden alle problemen die er nu zijn ontstaan voorkomen zijn. Vrije en seks, zwangerschap, liefderelaties, drugs en alcohol. Ja, dat zijn vragen waar je beter inderdaad nog even niet mee bezig kan houden. Het idee van GroenLinks om de vragen te splitsen naar leeftijdscategorie is wellicht zo slecht nog niet. Tot zover deze bijdrage van Haije Bouwman en Bas van Delden. Ook op scholengemeenschap Pantarij in Amstelveen is op 9, 10 en 11 januari door leraren gestaakt om te protesteren tegen het beleid van minister Marja van Bijsterveld. De minister wil het aantal lesuren op middelbare scholen verhogen naar 1040. Dat is nu 1000 uren. Verder wil ze de zomervakantie inkorten van 7 naar 6 weken. 15 van de 80 docenten legden op 1, 2 of 3 dagen het werk neer en daardoor viel een aantal lessen uit. Een reactie van Pantarij-directeur Bert de Weert. Vindt u dat ze terecht staken? Nou, daar doe ik geen uitspraken over. Maar ik kan me wel indenken in hun ideeën. Ja.
in hun bezwaren. En ja. De bezwaren gelden met name de toename van het aantal lesuren van 1000 naar 1040. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik lastig, omdat de bekostiging van de Rijksoverheid gelijk blijft. En we dus voor hetzelfde geld meer moeten doen. En daarnaast neemt de werkdruk van docenten toe. Want er komt ook nog eens een keer een extra vakantieweek bij, hè? Ja, ze moeten een week vakantie inleveren, ja. Het is school. Wij doen er alles aan om er een school van te maken. Je hebt nog wel vertrouwen natuurlijk. Ja, ik heb ook een rustig. Ja, dat heeft zijn voordeel ook wel eens. Wat zijn uw persoonlijke motieven om te staken? Ik vind persoonlijk dat de 300 miljoen euro die bezuinigd wordt, dat die eigenlijk erbij zouden moeten komen in het onderwijs. Dus eigenlijk pleit ik ervoor. En ook al de andere mensen van STV, dat er eigenlijk 300 miljoen euro bij komt in plaats van dat het bezuinigd wordt. Omdat ik denk dat we het hard nodig hebben. Onder andere leermiddelen, extra docenten, om echt de optimale kwaliteit eruit te halen voor het onderwijs. En die week minder vakantie, denkt u dat dat een probleem is? Of is dat een kleine bijzaak? Nou, ik denk dat het een probleem is, want mensen voelen zich toch in het algemeen een week extra werken en krijgen er niet voor betaald. Dus dat schiet toch bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat, zeg maar. 26 januari is er een grote landelijke staking weer van de Avacabo FNV. Gaat u dan ook weer meedoen? Ik heb al een keer gestaakt. En ik wil niet het ten koste laten gaan van de leerlingen. Dus ik denk dat het bij deze ene keer hou, zeg maar. Dat was docent Ernst Vromans aan het slot van deze bijdrage van Erik Mostert en Haie Bouwman. Een plek waar kanker- en ex-kankerpatiënten en hun naasten zich thuis voelen en zich creatief kunnen uiten. Cornelie Zwart, begeleider van kankerpatiënten, en Klaar Goossens, creatief therapeute, begonnen vorig jaar april met een dergelijk project. Afgelopen december. De activiteiten zijn vooral op creatief gebied. We boetseren, daar zijn we nu mee bezig. Maar er wordt geschilderd, er wordt ook met speksteen gewerkt, geaquarelleerd. Het gaat uiteindelijk helemaal niet om het technische deel. Het gaat vooral om het uiten van dat wat in je zit. Ik ben hier om met groep lotgenoten samen te zijn. Ik heb 3 jaar geleden kanker gekregen. Het is allemaal behandeld. En dit is heerlijk om even met je hoofd ergens anders te gaan zitten. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Thuis doe ik het niet. Ik vind het heel leuk. Maar hier ben ik gewoon 2-3 uur bezig met iets anders. En er komen dingen uit mijn handen wat ik niet geweten had. Het werken is een doel op zichzelf. We bereiken er denk ik mee dat we met elkaar heel laagdrempelig een plek scheppen. Ik heb 5 jaar tekenles gehad, altijd geroepen ik kan niet tekenen en hier doe ik het. Ik kan het nog steeds niet, maar ik doe het wel. Iedereen heeft hetzelfde meegemaakt en dat is heel belangrijk, dat je gelijk begrip hebt. Het is een paar verpolten gaan doen. Ja, je kan het niet missen als je het leuk vindt en je kan, dan ga je. Ik heb 2 jaar geleden ben ik mijn man verloren aan kanker. En toen had ik een hele lieve collega, die collega heette Klaar. En die zei, God, zou voor jou misschien wel iets zijn om naar het Ademashuis te gaan. Om het een en ander te verwerken en lotgenoten te ontmoeten. En daar ben ik naartoe gegaan en dat heb ik me ontzettend fijn gevoeld en opgevangen gevoeld. We staan open voor alle vrijwilligers die hiervoor zouden voelen. Mensen die materialen willen doneren of geld willen doneren. Maar ook mensen die gewoon hier willen komen werken. Afgelopen december ontvingen de initiatiefnemers een donatie van de maatschappij tot nut van het algemeen. Van maar liefst 1000 euro. Waarmee ze onder andere de huur in wijkcentrum Alleman kunnen bekostigen. Echter blijft dit vrijwilligersinitiatief afhankelijk van donaties en sponsors. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de stichting. Het verslag was van Charissa Promes, camera Marije van Appeldoorn. Maandag 9 januari kreeg de brandweer een koolmonoxide-melding binnen aan de Maarten-Lutherweg. De brandweer verrichtte metingen in het betreffende huis, maar trof geen verhoging aan van het giftige gas.
Bij metingen bij directe buren sloeg de meter wel uit. En daar lag ook de oorzaak, een defecte gijzer. Op dat moment waren een man en een vrouw aanwezig in de woning. Ze werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Andere buren, een moeder en dochter, lieten zich ook voor de zekerheid onderzoeken door een arts. Koolmonoxide is een verbinding tussen koolstof en zuurstof en een gas dat ontstaat door een onvolledige verbranding van koolstof en fossiele brandstoffen. Koolmonoxide is kleurloos, smaakloos en reukloos en wordt daardoor ook wel sluipmoordenaar genoemd, want het is zeer giftig. Vorige week nog was er een tragisch ongeval in Huizen. Twee meisjes van 11 en 12 jaar kwamen om het leven door koolmonoxidevergiftiging. Een derde meisje van 10 jaar werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Wie zegt dat ouder worden saai is, heeft het goed mis. Per toeval stuitte onze cameraploeg op een clubje ouderen die dat graag wilde laten zien. Iedere dinsdagmiddag komen zij samen in wijkcentrum Alleman voor een potje koersballen, zo heet dat. Een van oorsprong Australische sport die tot op hoge leeftijd kan worden bedreven. En dat gaat gepaard met heel wat plezier. Zo legt een van de spelers uit aan verslaggever Charissa Promes. Wat zijn jullie hier aan het doen? Aan het koersballen. En wat is dat? Dat is een spel waar je gegeven ogenblik op een mat bepaalde ballen kunt gooien naar een klein wit balletje. En hoe dichter je bij het witte balletje bent, ga je dus de winnaar worden. Misschien helpt dat. De moeilijkheid is de koers te bepalen. De bal heeft aan de ene kant een verzwaring, zodat de bal altijd niet recht doorgaat, maar een koers maakt. Is het ook een beetje ervaring? Nou, ervaring, ja, dat is duidelijk. Ja, ja hoor. Oh ja, zeker. Dat, toen wij begonnen gooiden we er alles eruit. En nou niet meer. Wat vindt u ervan dat u de enige heer bent? Ja, wat vind ik ervan? Ik kan beter vragen, wat vinden de dames ervan? Vrij rustig, het hoeft niet erger te worden. En we kunnen hem niet missen hoor. Nee, hij schrijft altijd voor zichzelf, dus het is altijd goed. Het camerawerk was van Marije van Apeldoorn. Dan nog een sportief bericht en goed nieuws voor basisschoolleerlingen van de Michiel de Ruiterschool. Ook zij vallen binnen een straal van 10 kilometer van de Amsterdam Arena. En wat betekent dat? De KNVB gaat akkoord met een voorstel van Ajax over toegangsbeleid bij het bekerduel Ajax-AZ. Dat op 19 januari, volgende week donderdag, wordt overgespeeld. De wedstrijd op 21 december werd toen gestaakt nadat de keeper van AZ was aangevallen door een hooligan. Kinderen tot 12 jaar, inclusief begeleider, zijn gratis. Blijven we in sportieve sferen? Op diezelfde donderdag, 19 januari dus, huldigt Amstelveen de Sporters en Sportvereniging van het Jaar. Georganiseerd door de Rabobank. Het evenement vindt plaats in de nieuwe Bankrashal en RTV Amstelveen maakt er een registratie van die de week daarop wordt uitgezonden. Wij laten nu vast kennis maken met de genomineerde sporters en van de genomineerde sportverenigingen waren nog geen beelden beschikbaar. Ik ben Mickey van der Hart, ik ben 17 jaar, ik ben genomineerd voor de Rabobank Sporttalent. Ik speel naar een van Ajax en ik ben keeper. Ik ben Ilse Koolhaas, 14 jaar, doe aan basisscholen bij de club ZVL en ik ben genomineerd als Rabotalent van het jaar. Ik ben Amber den Heijer en ik ben genomineerd voor Rabobank Sportprijs van het jaar. Dit is mijn toppaard D3 en met hem heb ik al heel veel prijzen gewonnen. En ik hoop dat het dit jaar alleen nog maar beter gaat. Hoi, ik ben Leia, Brigitta, ik ben 18 jaar. Ik zit op hockey en ik ben genomineerd voor de Rabo Talentprijs 2011. Hallo, ik ben Robin Tabeling, ik ben 17 jaar. Ik speel voor badmintonvereniging van Zijderveld en ben genomineerd voor Talentprijs van het jaar. Ik ben Yannick Franke, ik ben 15 jaar. Ik speel bij Arnhem Lakers. Ik ben gekozen voor basketbaltalent van het jaar. Hallo, ik ben Daniel Jacon. Ik ben 11 jaar. Ik scherm bij Schermcentrum Amsterdam en ben genomineerd voor de aanmoedigingsprijs. Donderdag 19 januari in de Nieuwe Bankrashal de huldiging van de kampioenen en sportvereniging van het jaar. De aanvang is 7 uur 's avonds. Tot zover het Weekjournaal. Straks een aflevering van Amsterdamse Bos TV. Jan Ebbingen, Ruud Blok en Marjoleine Blankenvoort beklimmen de Sint-Urbanuskerk. Het is niet de gewoonte, maar het team van Amsterdamse Bos TV kreeg speciale toestemming om vanaf de toren het bos te filmen.
In een volgende uitzending meer over de renovatie van de kerk. Dit is overigens de laatste keer dat u presentatrice Marjoleine ziet in Amsterdamse Bosch TV. Zij gaat andere programma's maken voor RTV Amstelveen. Deze week in Politiek aan de Poel vertelt burgemeester Jan van Zanen over wat de ambtelijke fusie tussen de gemeente Amstelveen en Aalsmeer precies inhoudt. En vertelt wethouder Jacqueline Koops over de wijzigingen in de sociale wetgeving per 1 januari van dit jaar. Werken bij de politie, een nieuwe aflevering van deze door u, de kijker, zo gewaardeerde serie. Deze keer gaat het over de schietvaardigheid van agenten. Zeker 2 keer per jaar moeten ze met hun wapens komen trainen op de schietbaan. En in de verbeelding is de gast kunstenaresse Malie Klein, ook docente aan de eerste Montessori-school. Zij kan met eenvoudige middelen als lijm en stukjes papier kinderen inspireren tot het maken van leuke objecten. De natuur is voor Malie Klein zelf een inspiratiebron. En voor nu dank voor uw aandacht. Nog een fijne dag en graag tot een volgende keer.